Hallo jongens en meisjes, ik wil in dit filmpje iets uitleggen over opgave 10 uit het boekje Weer en Klimaat. En dat is deze opgave van de ballon. Kun je zelf vinden, bladzij 14. Hou het erbij, want dan kun je het volgen waar ik de getallen vandaan heb. En nou, de eerste vraag is van leg uit waarom de gasdruk in de ballon groter is dan de druk van de buitenlucht. Nou, dat is eigenlijk vrij logisch. Als je een centimeter uit die, vierkant centimeter uit die ballon knipt, dan kun je daar een krachtenschema op tekenen. Een inwendige kracht die de ballon eigenlijk op spanning brengt. Een kracht ten gevolge van het op spanning brengen van het vel van die ballon, het rubber van die ballon, die wil eigenlijk dat de ballon kleiner wordt. Blaas maar eens een ballon op. Hè. Dan voel je tegenwerking van het rubber. En je hebt natuurlijk aan de buitenkant ook een luchtdruk en die zorgt voor een kracht op de ballon van buiten naar binnen. En omdat die krachten allemaal op hetzelfde oppervlakje werken, 1 vierkante centimeter, kan ik voor die F gewoon ook P invullen. P druk, inwendige gasdruk, uitwendige gasdruk, deze. En de, dat even naar boven schuiven. De druk ten gevolge van de spanning op het rubbervel. Dus dat is het antwoord op vraag A. Is dus nou, logisch dat die druk in de ballon iets groter moet zijn. Want die moet groter zijn dan de uitwendige, of even groot zijn dan, of nee, even groot als de uitwendige druk. Plus de druk die het rubber uitoefent op de band. Ja, die wil naar binnen, die wil die zorgen dat die ballon klein blijft en de druk in de ballon wil de ballon opblazen. Nou, dan hebben we dat, hebben we vraag A beantwoord daarmee. Dan gaan we naar vraag B. Bepaal met figuur C11 op bladzij 10 de luchtdruk en temperatuur van de lucht op een hoogte van 10 centimeter. 10 centimeter, 6 kilometer. Nou, dan kun je opzoeken. Hier staat die figuur. Nou, moet je even kijken. Bij 6 kilometer zit ik hier op het 6e millimeter lijntje van onder. Dan kan ik zo kijken waar zit ik dan met de luchtdruk. Nou, dan zit hier ergens tussen 0,45 en 0,50. 0,5 maal 1000 hectopascal. En de temperatuur, moet je zelf ook maar even aflezen. Bij 6 kilometer zit je precies op 250, rode temperatuur, 250 Kelvin. Dus dat ga ik gauw opschrijven. P op 6 kilometer, noem het P2, is 0,47 maal 1000 hectopascal. Nou, hecto, dat is 100, dus ik kan gelijk schrijven 0,47 maal, nou, 100 keer 1000 is 10 tot de 5e pascal. Ik zet alles gelijk in grondeenheden. De temperatuur 2, noem situatie 2 noem op 6 kilometer. Zal ik hem maar gelijk boven zetten. 2 is 6 kilometer hoogte. En situatie 1 is op de grond. Nou, T2 is dan 250 Kelvin. Wat hadden we nog meer? P1, de situatie op de grond, was 1,0 maal 10 tot de 3e hectopascal. Dat was de atmosferische druk en de binnendruk in die ballon, want het gaat om de binnenkant, was daar nog 0,10 maal 10 tot de 3e hectopascal overheen. Nou, die 10 tot de 3e maal hecto, dat is 10 tot de 5e, hecto is 10 tot de 2e. En ik heb allebei gelukkig dezelfde termen, dus ik kan die 1,0 plus 0,10 kan ik optellen. Dus ik heb op de grond een druk in die ballon van 1,10 maal 10 tot de 5e pascal. En de temperatuur op de grond is
17 graden Celsius en het komt overeen met 273 plus 17 is 290 Kelvin. En dat heb ik ook nog, wat hebben we nog meer? V1 ballonvolume is op de grond 47 kubieke meter. En dan wordt er gevraagd, wat is V2, het volume op die 6 kilometer? Nou, als die ballon opstijgt, er komen geen deeltjes bij. En de gasconstante R is hetzelfde. Dus we hebben P1, V1, dat kun je op bladzij. Er stond die algemene gaswet, sorry. Op bladzij 12 zien. Deze pas ik toe, de algemene gaswet. P1, V1 gedeeld door N1, T1 is P2, V2 gedeeld door N2. T2, nou ik had net gezegd, die n'tjes blijven gelijk. Dus als ik hier aan allebei de kanten heb ik onder de deelstreep een n staan. En die n1 en n2 zijn hetzelfde, dus kan ik wegstrepen. Dan ga ik die formule omvormen. Want v2 wil ik voor de deelstreep hebben. Nou, wat doe ik dan? Ik ga even iets ruimer opschrijven. P1, v1, t1 heb ik hier. Is P2, V2 gedeeld door T2. Nou, ik ga hier vermenigvuldigen met T2 en delen door P2. Streep doortrekken. Die valt tegen elkaar weg. T2 gedeeld door T2 is 1. En dan moet ik dat hier natuurlijk ook doen. Dus ik heb hier P2. P2 stond onder, want er was P2 boven staan. T2. Dus deze term zet ik daar neer. Nou, dan pak ik even een volgend blaadje. We hebben dus op het scherm. V2 is P1. Als je meegeschreven hebt, kun je dat nog even terugvinden. Gedeeld door P2. Maal T1, dan ga ik invullen, want al die waardes die hebben we, die kennen we. P1 was 1,10 maal 10 tot de vijfde pascal. Goed, de deelstreep V1 is 47 kubieke meter. T2 is 250 Kelvin. P2 is 0,47, maar dan moeten we wel even die 0,10 bij optellen. Dat heb ik net vergeten, want die overdruk is ook boven 0,10 maal 10 tot de derde, maal 10 tot de vijfde pascal groot. Dus ik heb dan in plaats van 0,47, 0,57 maal 10 tot de vijfde pascal en de temperatuur 1. Was 290. Ik zie al twee termen die ik tegen elkaar weg kan strepen. 10 tot de 5, 10 tot de 5. Maak het makkelijk. En als ik dat uitreken. Kun je zelf doen. Komt daaruit 78. Twee significante cijfers. Komt 78,19 uit. 78 kubieke meter. Dan staat er nog een vraag in het boekje. En dat is een beetje een trickje. Vraag D is dat. Leg uit waarom het verschil tussen de luchtdruk en de gasdruk in de ballon in werkelijkheid steeds groter wordt als de ballon hoger komt. Hoe zit dat? Dan ga ik toch weer terug naar het eerste plaatje wat ik net had. Hoe groter die ballon wordt, hoe groter, des te groter, wordt die spankracht. Blaas maar eens gewoon een ballon op. Hoe groter die wordt, hoe harder jij moet blazen. Hoe groter het drukverschil moet zijn tussen binnen en buiten. Dus dat is gewoon nodig, omdat dat elastiek steeds, of dat rubber van die ballon steeds grotere tegenkracht
uitoefent. Dus als dan die buitendruk die blijft zo groot, dus deze pijl langer wordt, hè, naar boven toe, omdat die ballon groter wordt, dan moet deze ook langer worden om het evenwicht te houden. Dus moet die inwendige druk groter zijn. Dat was vraag D. En dan vraag E is echt een beetje een redeneervraag. Heeft de ballon op 6 kilometer hoogte in werkelijkheid een groter of een kleiner volume dan je bij C hebt berekend? Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig te redeneren. Want die P1, en hier hebben we de formule P1 V1 gedeeld door T1 is P2 V2 gedeeld door T2. Die P2, die inwendige druk, die wordt groter, hebben we net gezien bij vraag D. Die is groter dan je eigenlijk veronderstelt. Nou, als deze groter wordt, deze blijven gelijk, dan moet deze, het volume natuurlijk, iets kleiner worden dan in werkelijkheid, of dan volgens de berekening. Dus in werkelijkheid is de binnendruk groter, moet het volume iets kleiner zijn. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor je aandacht.